Dit is De Stem van Schiedam. De rubriek waarin jouw mening centraal staat. Vandaag peilen we je over dit onderwerp. Waar gaat u kijken morgen? Waar gaat u kijken morgen? Nergens, want ik ga gewoon aan het werk. U gaat niet naar Tirana toe? Nee, beslist niet. Is me ook niet de moeite waard. Ja, ik weet niet. Of in de stad of thuis? Thuis. Ik heb geen idee wat er morgenavond speelt. Morgenavond speelt Feyenoord de finale van de Conference League. Maar daar bent u niet zo geïnteresseerd, hoor ik. Nee, dat klopt. Geen ene Feyenoorder wil met mij kijken. Want ik ben voor Ajax. Ik heb iedereen gebeld, maar niemand wil met me kijken. Ik heb wel gemerkt dat het, of gehoord dat het heel goed met ze gaat. En dat ze een nieuwe coach hebben of zoiets. En dat hij echt wel een heleboel veranderingen heeft bewerkstelligd. En dat ze dus wel in goede vorm zijn. Als het goed voetbal is, dan kan ik het waarderen. Moet ik wel zeggen dat natuurlijk jarenlang Feyenoord waardeloos voetbal heeft gegeven. Even zo tussendoor. Maar voor de morgen ben ik gaan kijken, vind ik ook spannend. Nou, ik vind de verdediging van Feyenoord vind ik niet best. Nee, dat vind ik niet best. Dus ik hoop dat ze gelijk spelen of winnen, maar het verlies zit er veel meer in, denk ik. En wat wordt de uitslag morgen? Wat denkt u? Heeft u er vertrouwen in? Spanning? 0-4. Geintje. Ik zie al, ja. 0-4, dat is een aardige uitslag. Nee, wat denkt u echt? Nou, ik ben bang dat ze verliezen. Maar ik hoop dat ze de dag hebben. Dat, spits, hoe heet hij ook alweer? Dessers, dat die er nog even in de laatste minuut eentje in maakt. We hebben heel het toernooi best wel goed gespeeld. En ik denk dat we dat wel kunnen voortzetten ook in de finale. Ondanks dat we tegen een goede ploeg moeten spelen. Ja, ik ben ook Ajax-ie, dus.